Het is geen zondag, het is nog zaterdag. We gaan verder met een stukje fietstocht die we vorige week hebben afgesloten. Met de vorige week vlog. Voor ons is het 2 minuutjes geleden. Ja. Maar voor jullie is het een hele week geleden. Dat is de magie van YouTube. Hè? Ja. We kwamen net langs Boskamp. Starrenbos. Of Starrenbos. Camping Starrenbos, Dalfsen. Ja, dat hebben we gefilmd toen. Zijn we toen geweest. Best een leuke camping. Daar gaat niet om met een camperplaats ervoor. Maar het stond op één na helemaal vol. Ja, of ik moet het verkeerd geteld hebben, maar ik zag dat er één plekje vrij was. Ja, hè? Één plekje aan de wegkant. Ja, verder helemaal vol. Nou, het is hartstikke mooi weer. Al lijkt het er niet op, maar het begint een beetje bewolking te komen. Maar het zonnetje schijnt nog zo af en toe. Dus dat vinden wij prima. En de jas aan vinden we helemaal niet erg. Dus we gaan nog even een stukje fietsen en even kijken of we wat leuks tegenkomen. Dit vinden we nou mooi, hè? Dit soort fietspaden. Er zitten allemaal vliegen op dit bordje, maar dit kwamen we nou onderweg tegen. Eventjes filmen, dan kan je zelf eventjes stop zetten, hè, op pauze om even te lezen. Hè. Die bommenwerper dat die is neergestort. Hier. En wat is dit nou voor lawaai? Bij de sluis van Vilsteren, de Vecht, en is dit van Ommen naar Zwolle, hè? Ja. Geloof ik. En daar hebben wij ook gelegen met de boot. Toen we de eerste boot hadden, was er geen plek in Almelo, en we hebben in Ommen gelegen. Sommigen die doen het wel heel voorzichtig, hè? Ja. Gek dat er niemand van een springetje heeft gehoord, hè? Dus allemaal zo doen. Zij zet die lijn naar de boven en zij dan doorvaart. Kan hij maar een springetje gebruiken en dan zit hij mooi op de kant. Je hebt ook nog een uitkijktoren. Zie je dat? Dan kijk je over de Vecht. Best wel een mooi uitzicht. Kom maar dit tegen onderweg. Moet eens kijken, dat lijkt wel roestvrij staal. Mooie raampjes erin. Nou, je kan volgens mij overal komen. Het bevalt ons hier eigenlijk wel. Het is nog zondagochtend en we hebben besloten dat we hier nog een dagje blijven staan. Dat doen we niet vaak. En liefst ja, gaan we gewoon elke dag naar een andere plek. Maar we zeiden al, we moeten maandag moeten we in, even denken, bij Heerenveen, een nieuwe brug, dat is vlakbij de plek waar we hebben gewoond. Moeten we aan het zagen. Onze zoon is daar aan het zagen en die heeft even hulp nodig. Dus daar gaan we sowieso even heen. En ja, ik vind die steen nog steeds bijzonder daar. Hè? En als we vanuit hier die kant op gaan, dan zijn er maar weinig van die gratis plekjes staan waar we dan zo kunnen staan. Waar we ook even lekker kunnen fietsen. En we hebben gisteren wel gefietst, maar we kunnen nog een andere kant. We zijn die kant op gefietst, maar we kunnen nog die kant op. En daar heb ik wel zin aan om dat te doen. Dus ik zei tegen Gea, als we nou hier blijven vandaag, kunnen we dat nog even doen, hè? Gaan we daar nog even heen op de fiets. Een fietspad bij Zwolle. Tussen de holes door op een golfbaan. Kijk eens. Het is maandagochtend. Ik had net even een video gemaakt over de RTM. En dan loop ik hier bij een bruggetje. En dan moet ik kijken. Dan vraag ik me af, is dat nou een wilde poes? Kijk eens, een heel klein, het is echt een heel jong poesje of katje. Zie daar, daar loopt hij. Ik heb hem al geroepen, maar hij komt niet bij me. Ik weet ook niet wat het is, ik zie ook alleen maar die kleine. Hé. Hey.
Je krijgt hem natuurlijk ook niet te pakken zo. Ik weet niet. Voor hetzelfde geld is moeders in de buurt en zijn er nog een paar jongen. Dat deze even kwam kijken dat ik hier was. Maar nou denk ik, stel... Nee, dat kan haast niet toch? Want er zijn helemaal geen huizen in de buurt. Dan denk ik, stel nou dat die weg is gelopen. Want er is hier echt helemaal niks in de buurt. Dus ik denk dat dat hier ergens een nestje moet zitten. Met jonge katjes. Zoals die lawaai, als je dat zo ziet. We gaan zo aan het werk. Maar ik wou eventjes dit nog laten zien. En ik moest ook nog even erbij zeggen dat het reuze meel viel vannacht. Ik heb één keer mensen horen lopen, dus dat viel er mee. Hè? Ja, je zult wel denken, waar komt die nou terecht vandaag? Want de jachthaven Lutsmond, die heeft geen camperplaatsen meer. Maar, wij moeten hier morgen naar het werk, hier op deze verkeerplaats. En dan moeten we gaten boren voor bodemonderzoek. Dus we hebben net even gebeld of we hier ook mochten overnachten op deze plek. En dat was prima. Dus dat gaan we nu doen. En dan, morgen zou het niet zo heel goed weer worden, hè? Er zou wat regen. Dus ik weet niet of ik dan wat kan filmen, maar... we hebben in ieder geval een mooi plekje voor de nacht. Ja toch? Kijk, hier rechts zie je nog de streepjes en de stroompaaltjes, zie je dat? Dit waren de camperplaatsen en op de jachthaven had je er ook een aantal. Je zult het nu niet meer zien op onze kaart. Geen video meer ervan. Die hebben we eraf gehaald omdat we ermee gestopt zijn. We hadden vandaag meerdere adressen. Er zijn ook nog bij onze zoon geweest, wat ik al zei. Hè? En die redden zich er wel mee. Want de betonvloer die zat op heipaal. En als je dan, en er zit ruimte tussen de beton en het zand. Dus als je dan gaat zagen, dan zakt die vloer in één keer weg. Dus nu hebben ze die heipalen opgezocht. En dan zag je gewoon van heipaal naar heipaal. En ging dat ook alweer goed. Dus. En toen kregen we er nog een adres bij. Ik heb daar niks van gefilmd. Gewoon simpele klusjes. Hè. Een gaatje voor de vc. Een gaatje voor de afzuigkap. Dat soort dingen. En nu zijn we eind van de middag zijn we dus hier aangekomen. Ja, ik bedoel, dit is zo ideaal. Dat je, dat hebben we nou, ja, voor mij hebben we het nog niet eerder gehad. Dat we zeg maar smiddags naar een klus heen reden. Wel dichtbij, op camperplaats. Maar niet zomaar bij de mensen waar we aan het werk moesten of mogen. Gea zegt dan ook wel eens, kan je niet zomaar doen. Mensen bellen, wat zullen ze wel niet denken. Maar ja, omdat die lui ons toch kennen. Hè, we hebben hier vaker gestaan. Maar dan op de jachthaven bij de camperplaats. Dus toen dacht ik bel gewoon eventjes. Mooi plekje. Het is een parkeerplaat. Maar de meeste... Er zijn heel veel witte kentekenplaat bij. En de meeste die zijn op de boot. Het water op. Of ze zijn hier op de boot in de jachthaven. Dus ik verwacht dat het wel redelijk rustig wordt vannacht. Het is dinsdagochtend en ik loop hier op de parkeerplaats. Ja, stom, ik ben een beetje stil ben, maar er zitten natuurlijk mensen in die schepen hier vlakbij ons. Die nog slapen. Maar dat vind ik altijd zo mooi, hè. Een nieuw plekje, zeg maar. Het is nog droog. Zo begint het te regenen. Maar dan loop je hier op zo'n plekje waar gewoon weer nieuw is. En het mooiste zou toch zijn dat elke dag weer iets nieuws. En dat hebben we nou een hele tijd. Dus ik ben benieuwd hoe lang we dit kunnen volhouden. We hebben het toen 1,5 jaar gedaan. En toen zijn we dus op die plek beland in Oudeschoot. En ja, nou waren we er eigenlijk ook wel eens een keer weer zat. Hè? Om een keer ja, toch heel vaak op dezelfde plek zijn. We waren daar niet elke dag natuurlijk, maar toch wel vaak. En dit vind ik toch wel prettig. We staan weer in lang weer. Het is nog steeds dinsdag. We staan nu aan de andere kant. Hè? Vorige keer stonden we daar. Nu staan we daar. We hebben de klus geklaard. In balk. Ik moest even denken, waar waren we ook alweer? Dat is gewoon het boren in het asfalt. En aan de puinlaag de uithakken. We hebben 12 graden of 13 volgens mij. Dus het is nog 4 uur. Dus een mooie dag gaat zo. En het viel meer met de regen. Ik had zo'n parasol heb ik dan bovenop
statief staan waar ik dan onder zit. Dus ik denk dat het om een uur of half drie echt droog werd. Dus dat scheelde. Morgen gaan we weer vloerverwarming zagen. Dat moet ik doen in, volgens mij in Warten. Ik ben altijd in de war met Warten en Warten en Wergie. Dus voor mij is Warten. Gaan we vloerverwarming zagen en dan gaan we van daaruit waarschijnlijk naar Tialf. Gaan we daar staan, want we moeten, morgen is woensdag, ja, donderdag moeten we aan het werk in Heerenveen. Dus dat is mooi dichtbij. We staan bij Tialf. En wie toch, ja, ik denk een jaar of drie, 3,5 misschien. En wie toch in de buurt gestaan altijd. Of altijd, maar redelijk vaak. En nooit hier gestaan met de auto. Wel een keer hier geweest, hè, dat we even gingen kijken. En nooit hier gestaan. En dan staan we hier. Vanwege de zonnepaneel natuurlijk ook. Er zit nog, hè, er staan er twee die aan de stroom zitten. Dus er is nog stroom voor één persoon, voor één camper. Zouden we kunnen doen. Maar gaan we niet doen. Wij hebben een zonnepaneel. Ik heb net de laatste twee erbij opgezet. Even kijken of ik het zo kan laten zien. Oh. Voor mij is zo wel zichtbaar. Hè? Ik heb nog 70 centimeter. Dus er kan nog een zonnepaneel op 70 centimeter bij nou, zeg maar 2 meter. Ik weet niet of zo'n ding bestaat trouwens. 70 bij een meter en dan twee stuks. Die zou nog ook kunnen, maar misschien is dat niet eens nodig. Aan de voorkant heb ik een klein spoilertje gemaakt. Jan Klaver van JKS Camper Repair, die zei tegen mij, ik zou er toch even een spoilertje maken. Want je weet maar nooit, hè, als de wind eronder komt, hè, dan gaat het misschien, ja, vliegen ze er misschien aan. Lijkt me sterk, want ik heb een weet niet hoeveel schroeven. Voor mij, ik heb ze niet helemaal geteld, maar voor mij was het iets van 120 schroeven. Al met al, van die dikke parkers, wat ik erin heb gedraaid. En dan nog van die kit. Die kit die houdt het ook redelijk vast. Onder de schroeven en de strip, zeg maar, daar staat ook een van de fabriek nog een pompnagel, een hele stevige pompnagel. Dus ja, die houdt de boel ook nog wel een beetje op de plek. Hè? En dan met de kit samen, die Sika kit, die was speciaal voor om zonnepanelen op hè, waar onze zoon die had het gekocht voor ons en waar die dat had gehaald, die gebruikte dat om zonnepanelen vast te lijmen op het dek van het schip. Dus, nou, zit mooi vast. Dan moet ik hem alleen nog even aansluiten op de. Hoe heet dat ding nou weer? De laadcontrole, charge controller. De MPPT, daar moet ik hem nog op aansluiten. Maar dan moet ik eerst Jan even voorbellen hoe ik dat precies moet doen. Maar je moet iets instellen. Het is niet zo dat. Volgens mij had hij het zo in de gedachte dat alle drie panelen, of alle zes panelen, zouden gaan laden. En op een gegeven moment zouden dus twee stoppen met laden wanneer die zeg maar 80% vol is, ik noem maar wat, hè, of 90. En dan met 95% of zo, dat dan nog weer twee stoppen. En dat dan de achterste twee de accu's aftoppen. Hè. Dus de laatste kleine beetje rustig in de accu's pompen. Dat was het best voor de accu's, zei hij. Eekst? Ja, we staan weer in Eekst. Voor degene die Instagram heeft en ons volgt. Die heeft kunnen zien natuurlijk dat we hier staan. Het is helemaal leeg, echt. We staan hier helemaal alleen op de camperplaats tenminste. Er was net wel even een camper. Die ging daar staan. Toen ging die daar staan, waar de stroompraaltjes zijn. En nu is hij weg. Ik weet niet waar ze heen zijn. Ik denk richting de camping. Morgen moeten we aan het werk in Assen. Vandaar dat we nou hier staan. Dus weer op Koopmansplein in Assen, onvoorstelbaar, dat blijft maar doorgaan, dat onderzoek. En ja, volgens mij nog 8 boringen en dan zou het eigenlijk voor elkaar moeten zijn. Maar ja, op een gegeven moment dan vinden ze weer iets, dan vinden ze een verontreiniging. En dan moet het schijnbaar toch nog weer eventjes verder opgezocht worden. Stel de verontreiniging die gaat tot hier. Dat het hele gebied aan die kant verontreinigd is. Dan willen ze weten waar stopt die verontreiniging. Dus dan daar of daar weer. Dus dan moeten we weer een stukje verder die kant op. Nog weer een aantal boringen doen. Om te kijken of daar ook verontreinigd is. En ja, het zou zomaar kunnen
dat zeg maar nog weer verontreiniging wordt aangetroffen en dat we dan nog een keer weer hierheen moeten. Maar ik vind het niet erg op zich hoor, ik vind het leuk werk. Dus wij gaan met volle moed morgen weer naar Assen. Vanuit Eekst, hier. Dat is wel een leuk plekje hier hoor. 10 euro. Stroom hebben we niet nodig. Ik heb wel, er stond nog een beetje stroom op, dus ik heb voor de zekerheid de stekker erin gestoken. Nog niet in de camper, dus we staan nog niet onder stroom. Maar ik heb er wel vast daarin gestoken. Dus stel dat we, omdat we zeg maar in het bos staan hier, stel dat we dus niet genoeg stroom hebben, kan ik hem er zo in doen. En dan hebben we in ieder geval genoeg stroom. Dus, nou, dus morgen vrijdag, de laatste dag voor de bouwvak. En ja, ik weet niet wat de bouwvak brengt, dus er zal denk ik een hele andere week vlogs worden. Want dan heb je natuurlijk niet elke dag werk. We staan weer in Emmen. Zie je dat? Daar heb je de camper staan. Er was nog plek, volgens mij voor 2, om ons daartussen te drukken. Ik kreeg laatst al een keer commentaar van mensen die zeiden, ik kan me dat niet voorstellen dat jullie nooit geen commentaar krijgen. Heel dat mensen het niet leuk vinden dat je tussen hun of naast hun gaat staan. Dus we doen dat ook zoveel mogelijk niet. En nou is dat, ja, we zagen net ook weer campers rijden, dus we gaan er straks ook weer wat heen. Dan staat het daar weer vol. Dus we staan hier gewoon netjes. Helemaal, ja, flink end van hun vandaan. Wij stonden vannacht in Eekst. En er kwam een hele mooie camper aan. Van Wilde Campers. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar wildecampers.nl. Moet je maar eens kijken op Google dat maar eens. Dat zijn hele aparte campers met mooie tekeningen erop en zo. Ja, mooie schildering. Echt heel professioneel gedaan. En wij waren... Waarom waren we in Eekst? Omdat we weer in Assen aan het werk waren. Onvoorstelbaar. Er moest nog weer 8 boringen bijkomen. Dus dit keer ging het op PFAS. Dat was niet meegenomen in andere onderzoeken. Tenminste niet op die plekken. Dus dat moest nog even overnieuw. Ik ben benieuwd of we daar nog een keertje heen moeten. Ja, voor hetzelfde geld. Dan, ik weet niet hoe vaak we er nou al niet zijn geweest, maar we hebben honderden gaten hebben daar geboord. Even denken wat we ook mee zeggen. Oh ja, ik ga nou eventjes de charge controller ga ik plaatsen. Ik heb de 6 zonnepanelen zijn nou allemaal op het dak. Dan ga ik het ding plaatsen en moet ik even kijken of me dat gaat lukken om hem af te stellen. Want anders moet ik even Jan bellen. Maar er moet iets afgesteld worden in dat ding, dat weet ik wel. Dus dat ga ik even proberen nou. Ik zit hier eventjes in mijn elektriciteitscentrale. En kijk eens. De derde hangt nou ook. 28,4 volt zegt hij. 17,3. 29,6. Allemaal verschillend. Zo had Jan het namelijk afgesteld. Dat ze 's ochtends zeg maar alle drie begint te laden. Zo gauw de zon begint te schijnen. Of zo gauw licht wordt eigenlijk. En dan stopt de ene ermee, met 80% geloof ik, de andere met 90%. En dan gaat eentje gaat door. En dat is voor mij deze. Deze gaat dan door. En die topt hem dan helemaal af. Misschien dat daarom ook het hoogste volt op staat. Hoe het precies werkt, weet ik niet. Ik heb het de laatste aangesloten, zoals Jan het me heeft gezegd. Dus ik had hem net even aan de telefoon. Nog bedankt Jan, voor de tip. Want ik had dit nog nooit eerder gedaan. Oh ja, ik vergat nog eventjes. Wij reden vanochtend toen we klaar waren. We hadden maar een paar uurtjes werk daar in Assen. En toen reden we langs het water. En als je nou kijkt, zou het heel mooi zijn. Want er was namelijk iemand die zat een kopje koffie te drinken aan boord van een schip. En Gea zei, in één keer ging die opstaan, begon die te zwaaien. Dus Gea die kon nog even terugzwaaien. Ik had het niet gezien, sorry. Maar bij deze zwaai ik nou eventjes. Vind ik hartstikke leuk, hè, dat mensen bij ons komen. We hebben nou de laatste tijd ook, ik denk bijna elke camperplaats waar we komen, zijn wel mensen die eventjes een praatje maken, die ons kennen. Of op televisie hebben gezien, of geabonneerd zijn op ons kanaal. Hartstikke leuk. En gisteren, daar in Eekst, daar kwamen 3 knaapjes. Ik schat ze een jaar of 12, dat ze waren. En die kwamen langs. En die zeiden dat ze dus hadden gekeken op het YouTube kanaal. Dat ze het hartstikke mooi vonden. En die wou nog even wat meer weten.
Maar die waren echt geïnteresseerd. Dus ik zou er niet raar van opkijken dat over een jaar of 10, weet ik wat, wanneer ze klaar zijn met school, zeg maar, dat ze denken van nou ga ik op mezelf wonen. Of ze me dan contact met me opnemen. Maar dat heb ik wel gezegd tegen hen. Ik zei, als jullie dit gaan doen, dan moet je even contact opnemen. Ik zei, dan komen we even een keer bij elkaar met auto's. En dan eventjes een leuk interview, hè, voor de knaapjes. Dat lijkt me hartstikke leuk. Je weet natuurlijk nooit zeker. Maar ze hadden alle drie hadden ze wel het idee dat dit wel een hele goede keuze was. Op deze manier gewoon zelf bouwen. Niet een kant-en-klare camper kopen, maar die hadden ze daar ook wel gezien. Die zijn ook wel hartstikke duur. Gewoon een auto kopen en dan zelf een camper ervan bouwen. En dan lekker voordelig leven. Er zijn een hele hoop die dat doen. Zijn ze klaar met school? En dan kopen ze een bus, meestal gewoon bussen. Kopen ze dan. En dan gaan ze daar een tijdje mee op pad. Gewoon eventjes, even tijd voor hunzelf nemen. En als je dan gewoon af en toe werkt en je hebt verder geen onkosten, kan dat prima, toch? Zonnetje komt erbij. De accu's zijn aan het opladen. Bij die 6 panelen. Gaat geweldig zo. Dat merk je wel hoor, die 2 extra erbij. Even kijken. Volgens mij is er niks bijgekomen. Nee. Die Rabobank die staat er nog steeds. En daar is wel eentje bijgekomen. Maar er was een plekje vrij, zag ik op een gegeven moment. En er is nou toch een camper bijgekomen. Wij gaan zo... Ja, we weten eigenlijk niet waar we heen gaan. Morgen kom ik kennen op visite. En toen dacht ik... We moeten eigenlijk eens een keer gewoon naar zo'n gratis plekje op een parkeerplaats. Hebben ze dat ook eens een keer meegemaakt. Want ze denken natuurlijk nou dat we altijd op campings en weet ik wat staan. Dat is dus niet altijd zo. We staan ook wel eens op, of nou, de laatste tijd bijna altijd op parkeerplaatsen. Hè? Vannacht was het de hele nacht jeugd hier. Niet dat ze overdreven veel lawaai maakten of zo, of schreeuwden. Ook niet knetterharde muziek. Ook niet van die vervelende muziek. Maar ze waren er wel. En je hoorde ze dan, ja, als je wakker was, zou ik zo zeggen. Ik werd er niet wakker van. Maar toen ik wakker lag, toen, dan hoorde je ze wel. Is natuurlijk ook een verkeerde plek om te gaan staan hier. Hè? Vorige keer stonden we daar. En ik denk dat we dat de volgende keer ook maar weer gaan doen. En niet hier, want dit is schijnbaar het domein van de jeugd. Hier, hè? S'avonds in ieder geval. Dus kunnen we beter, maar er stond helemaal vol dag gisteren. Kunnen we beter zeggen, nou, we gaan hier staan. En op het moment dat daar plek is, dat we dan daarheen rijden. Doe dat de volgende keer. Kregen we nog bezoek. Ik weet niet of jullie Instagram hebben. Als je Instagram hebt, dan ze heten, hun Instagram naam zeg maar, is Zebra op Tjouk. Ik kwam gisteren nog eventjes langs, even een gezellig praatje gemaakt met elkaar. Elkaar even leren kennen. Hartstikke leuk. We staan in Genemuiden. Had Gea even uitgezocht, ze zegt, dit lijkt me wel een leuk plekje. Ze zijn vorige week ook geweest. Maar het is aardig druk hier. Zie je dat? Daar staan we met z'n 5. En officieel mag je hier maar met z'n 2 in staan. Maar wat ik vorige keer ook al zei. Iemand had geloof ik gebeld met het gemeentehuis. En toen zeiden ze, was geen probleem. Ja, ik blijf het een mooi plaatsje vinden, hè? Genemuiden. Mooi haven. En nou is het toch ook iets beter weer dan de laatste keer dat we hier waren. Hè? En waar we volgende week uithangen, zien jullie in de volgende week vlog.